U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Als we goed kijken, zien we op de satellietfoto bewolking over het oosten van het land trekken. In het westen van het land is daar weinig van te merken, daar schijnt de zon volop. Maar het oosten heeft vanochtend dus duidelijk meer wolkenvelden. Temperaturen vanochtend zo rond de 10 graden, een zwakke tot matige noordelijke wind. En vanmiddag verandert er niet veel in die wind. Ook dan is die zwak tot matig uit de noordelijke richting. Wolken hebben we nog wel hier en daar in het oosten en zuidoosten van het land. Maar de zon doet ook mee en de zon doet vooral zijn best in het westen van het land. Vanavond weinig verandering en na maximum temperatuur van 15 tot 17 graden koelt het af naar een graad of 11. Morgen loopt de temperatuur wat verder op, dan wordt het 17 tot 19 graden. Misschien dat we heel lokaal de 20 al halen, maar dat is nog onzeker. Er is ruimte voor zon. Zeker, er is flink wat zon, er zijn ook wat wolkenvelden, maar het blijft in elk geval droog. Dan zaterdag, dan halen we op veel plaatsen in het binnenland net aan de 20 graden. Zondag lukt dat een stuk makkelijker en bij de dagen is het waarschijnlijk nog droog met de meeste zon op zaterdag. Maandag neemt de kans op een enkele bui toe en dan hebben we ook temperaturen boven de 20 graden met nog steeds wat zon. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl